Ja, vrienden. De Super League. Ja, daar moeten we het even over hebben. Want voetballerij staat in de fik. Staat gewoon vol in brand. Ik bedoel, het is een chaos eerste klas, zeg. Ja, die clubs die roepen, ja, we gaan voor onszelf beginnen. Ja, wat moeten we nou? En UEFA en de KNVB en... Iedereen die duikelt over elkaar heen met allemaal meningen. Iedereen heeft wat te vertellen. Iedereen neemt het tegen en dit en dat. En ik liet dat eens eventjes overzichtig op me inwerken. En ik dacht, nou ja, weet je. Ben ik er voor of ben ik er tegen? En weet je wat het is? Ik ben er gewoon officieel tegen. Ja. Ik geef het maar gelijk weg. Ik ga er niet omheen draaien. Ik ben er tegen. En ik ga je ook uitleggen waarom ik er tegen ben. Want het is zo'n soort Amerikaans model. Maar tussen Amerika en Europa en het gevoel bij voetbal. Dat is een wereld van verschil. Ik heb daar 15 jaar gewoond, vrienden. Ik weet hoe Amerikanen Amerikaanse sport beleven. En dat is geweldig. En dat is allemaal tot je dienst. Maar dat past niet direct op het Europees model. Kan je nog herinneren ooit? Toen gingen Art en Kees, die gingen schaatsen. En die gingen het professioneel doen. Die gingen een beetje onder elkaar zo leuk een beetje lopen schaatsen. Geen hond keek ernaar. Niemand wilde het zien. Het was volkomen oninteressant. En dat komt omdat het gevoel dan weg is. En voetbal gaat over emotie, jongens. Gaat over gevoel. Gaat over houden van een club. En dat is iets wat ze in Amerika heel veel minder hebben. Je vindt een club leuk en dan vind je aardig en die volg je dan en dan ben je een beetje supporter van. Maar in Europa gaat dat veel verder. Ik bedoel, je bent niet zomaar. En dat weet ik dan toevallig en daar praat ik dan graag over Feyenoorder. Je bent niet gewoon een Feyenoorder. Je vindt niet Feyenoord ook wel leuk. Nee, Feyenoord is Feyenoord. Ik bedoel, die gaan elke 14 dagen in de Kuip zitten bij elkaar. En het maakt niet uit of je daarna konijnen doorheen jaagt. Of wat marmotten. Het maakt niet uit wat voor race je daar houdt. Toevallig is het voetbal. Die Feyenoorders komen bij elkaar in de Kuip om elkaar te bevestigen. Wij zijn Feyenoord, wij zijn Rotterdam en wij houden van elkaar. Dat is wat er aan de hand is. En dat beseffen al die voorzitters van die clubs niet. En dat beseffen ook vaak trainers niet en spelers niet. Die weten niet eens dat aan de hand is. Die zijn bezig met het spel en die zijn bezig met de tactiek en de wedstrijden en dit en dat. Maar die beseffen niet wat het betekent voor de aanhang, voor het legioen, voor fans. Een club, dat is veel, veel meer. Dat is een enorme sociale taak eigenlijk ook weer tegelijkertijd. En dat kun je niet zomaar eventjes wegmoffelen in een soort Super League. Want dan zegt de UEFA, want dat zijn natuurlijk ook een stelletje. Ja, die zeggen dan van, nee, maar dan mag je ook niet meer meedoen aan je nationale competitie. Dus wat heb je dan? Dus dan is bijvoorbeeld Ajax er niet meer bij. Dus dan is Ajax alleen in die Super League en dan zit Ajax dus niet meer in de Eredivisie. Maar het is juist zo leuk, en dat weten wij met z'n allen, om Feyenoord Ajax te hebben. Ik noem maar even wat. Hey, hallo. Zou dat een klassieker zijn? Hebben we daar een gevoel bij? En dat zijn we. Die wedstrijd zijn we dan in één keer kwijt. Dat kan dan toch niet, vrienden. Of bijvoorbeeld Heerenveen Ajax of Groningen Ajax. Daar weten we allemaal van. Oh, dan heb Ajax het misschien moeilijk en je bent toch benieuwd hoe dat afloopt. Al die lol zijn we dan in één keer kwijt. Omdat er zo nodig Super League moet worden gespeeld. En ik hoef niet elke week of om de zoveel tijd Liverpool tegen Barcelona of wat dan ook te zien. Het is ook leuk om dat af en toe eens te hebben. Als heel lekker toetje waar je naar kan verlangen, weet je wel. En dat willen ze nu dan elke keer maar weer. En dat is niet nodig.
Want we hebben ook onze tradities in het voetbal. En die tradities, die willen we graag vasthouden. Vrienden, dus nogmaals, wat ik al zei in het begin. Ik zeg nee.